Vorig jaar kondigde hij al zijn afscheid aan, maar vanavond doet hij het nog een allerlaatste keer. Dames en heren, dit is Geert Hoste over en uit. Ja, dat is goed, dat is goed. Dat is goed, ja. Ja, ik weet dat ik al een tijdje gestopt was, maar met al die gebeurtenissen die gebeurd zijn de afgelopen maanden, kon ik niet achterblijven. Nee, dit voorjaar was er elke maand gewoon een nieuwe aanslag. Hè. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar Temptation Island... Dat was een aanslag op de goede smaak, hè? Nee, maar ze hebben daar 4 geradicaliseerde mannen samengezet met 10 seksbommen, hè? Van eens dat dat daar ontploft, hè? In hun gezicht heb ik horen zeggen. Maar de makers van Temptation Island die hebben 1000 condooms voorzien voor de kandidaten. 1000, hè? Ja, maar 1000 condooms, hè? Op 10 dagen. Dat is precies het partijcongres van de Open VLD, hè? Nee, het enige positieve dat er geweest is dat het terreurniveau van 4 naar 3 gezakt is. Ja, we leven niet meer in een permanente dreiging. Ah nee, want Geert Hoste is gestopt, hè? Maar ja. Ik ben gegroeid. Waar tijd zou ik zijn. Heb je gelezen dat er in Knokke een ramkraak geweest is in die handtassenwinkel van Louis Vuitton? Die bandieten die zijn gewoon met een auto in de etalage gereden, hebben alle zegeren ingeladen en hebben gezegd: het is in Chacos. In Vlaanderen zijn ze altijd van: we moeten stoppen met die betonstop. Hè? Ik dacht trouwens eerst: een betonstop dat is gewoon iets om terroristen in een camion mee af te stoppen. Hè? Maar ja. Kijk, maar dat lukt niet. Nee, het wil niet lukken. Weet waarin dat wij goed zijn in ons land? En iets anders. Ik weet niet, als je dat al gevoeld hebt, als je met een auto over de wegen rijdt in ons land, hè? Dat is dat een asfaltstop al gelukt is. Trouwens, over de wegen gesproken, ik weet niet of je het gezien hebt, maar Raja Nainggolan... Amai, ja. Ja, hij is tegengehouden op de weg. Hè. Hij had te veel gezopen. Hè. Hij was zelfs tegengehouden in een stilstaande wagen. Hè. Ja. Hij was alles vergeten. Hij was alles vergeten. Hij had zelfs zijn tattoos achterstevoren aangetrokken. En omdat je het over sport hebt, Tom Bonen is gestopt met koersen. Ja, maar hij is nu begonnen met drinken. Ik vraag me af of dat gaat eindigen. Als Tom Bonen nu al bier begint te drinken, want als hij gewoon water dronk, viel hij ook al continu. Ja, en dat is een feit. Maar ik weet niet of je het gezien hebt, maar Theo Franken gaat samenwerken met Tom Waas. Nee, ze gaan een programma maken over het terugsturen van asielzoekers. Weet je hoe dat gaat heten? Terugreizen, Waas. Er is nog een televisieprogramma, Liefde voor Muziek. Daarin brengen artiesten nummers van andere artiesten. Mm-hmm. En Josje Huisman doet daar aan mee. Ja. Ik ken maar 1 nummer van Josje Huisman. Zeg een keer. Haar telefoonnummer. Ja. En dan is er ook natuurlijk nog altijd Donald Trump. He. Donald Trump. Donald Trump is hij. Oh. Allee, doe ik hier wat. Donald Trump. Oh. Donald Trump. Ja, maar... Allee, wat steekt die allemaal uit? Zeg. Eerst was hij tegen de Mexicanen. Hè? En nu zijn het de moslims. Ja, maar ja, hij wil ze allemaal het land uit. Hè? Hij wil de kaf van de Koran scheiden. Hè? Wist je trouwens dat IS op zoek is naar een nieuwe secretaresse? Nee. Ja, ze moet niet veel kunnen. Ze moet alleen kunnen typen. 120 aanslagen per minuut. Weet je met wie dat niet goed gaat? Hè? Met wie dat niet goed gaat, dat is met Guy Van Zandt. Nee, hij is ziek. Hij ligt in bed met een snotneus. Het weer. Het weer in april is koud en wisselvallig. Koud en wisselvallig. Dat is een beetje zoals de ministers van de N-VA in de regering. Oh. Er is trouwens over de N-VA gesproken. Die roepen al 2 jaar, er komen geen nieuwe belastingen. En dat klopt, hè. Ze verhogen gewoon de oude. Trouwens, Geert, er is iets dat ik wou vragen. Vragen. Vind je dat niet zo ambetant om hier en plein publiek zo te spelen met jezelf?
Het is verrassend, omdat je niet alles zelf in eigen hand hebt. Dames en heren, Heer Torsten!